Stichting RUMAS heeft in het afgelopen weekend een tweedaagse relatietraining verzorgd. Het thema was: een duurzaam gezinsleven heb je in je eigen handen. De training is verzorgd in het Isewa Tono gebouw aan de Prinsessenstraat. Vooral jonge koppels hebben de training bezocht. De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Christine Polak, was ook aanwezig bij de aanvang van de training. RUMAS voorzitter Emmy Hart vindt dat gezinnen begeleid moeten worden omdat het gebleken is dat koppels niet lang bij elkaar blijven. We hebben besloten, u kunt plaatsnemen, om deze relatietraining te geven omdat we merken dat mensen blijven bij elkaar, maar zoals wij dat voor jezelf zijn met mentaal. Welkom op die one training, moet jij maar mevrouw Bertels toch heel die. Welke onderdelen gaan we geven, zodat we mensen kunnen sterken ten engagement van verandering in de relatie. Als dat moet worden, schuwt hij. Toen hebben we gezegd, we gaan mevrouw Christine Naarden roepen. Zij is master in voorouderlijke binding. Sam Bim Sakba, mensen weten niet dat het huidige gedrag was er al. En dat gaat zij even demonstreren, dat je anders kan kijken naar je partner. Minister Polak sprak de aanwezigen ook toe. Zij vindt dat een duurzaam gezinsleven afhangt van zowel het immateriële als van het materiële. Zowel de immateriële als de materiële invulling van het gezin zijn zaken die niet licht gewogen moeten worden. De immateriële kant van het gezinsleven vertaalt zich onder andere in de onderlinge communicatie tussen volwassenen, de band en communicatie tussen volwassenen en kinderen, de geestelijke en educatieve ontwikkeling van individuen in het gezin, de seksualiteit, gedragspatronen en karakters. De materiële kant van het gezinsleven komt tot uiting door fysieke indicatoren, zoals de financiële situatie van het gezin, de werkgelegenheid, huisvesting en de toegang tot educatie en recreatie. Beide aspecten zijn even belangrijk in de handhaving van het duurzaam gezinsleven. Minister Christine Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Ze sprak afgelopen vrijdag bij de opening van de relatietraining, georganiseerd door Stichting RUMAS.